wat fijn dat je kan. Oké, dat klopt niet. De make-up challenge gewonnen. Geworden. Goh, pakjes. Hoi en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik de 5 minute make-up challenge doen. Ze was al vaker aangevraagd en op Instagram heb ik gevraagd of jullie liever een talk up deze video wouden zien op deze zondag. Of de 5 minute make-up challenge. En de 5 minute make-up challenge is het dan ook geworden. En ben jij nou benieuwd hoe de video is geworden? Blijf er vooral zeker even kijken en doe een duimpje omhoog. En laten we daarom ook maar snel beginnen. Alles voor me liggen en normaal doe ik mijn make-up denk ik in 10 minuten. En dan vooral mijn wenkbrauw, dat is echt, oh, daar ben ik altijd wel even langer mee bezig. De rest pluk ik gewoon op. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat worden en hoe het eruit gaat zien. Gelukkig hoef ik niet meer weg, dus geen stress. We gaan gewoon gelijk beginnen. Alles ligt hier voor me, dus mijn spiegel ook. Dus als ik naar beneden kijk, weten jullie waarom. Ik moet alle handen vrij hebben voor snelheid. Dus we gaan beginnen. 5 minuten. Oh, ik durf niet. Oké. 5 minuten. Gaan. Nu in. Oké. Concealer. Oh, ik heb wel echt focus. Ik kan denk ik niet zo goed praten. Oeh. Oh, dit is heel kut. Doe mensen oprecht hun make-up in 5 minuten. Echt gewoon full face. Zonder foundation. Hoe dan? Oh, allemaal mascara resten onder mijn oog. Oh, geen tijd voor. Oké. Okay. Op mijn pukkels. Pleur er even heel veel op. Oh. Dit is echt hel. Oké. Okay. Als dit er mooi uit gaat zien, weet ik het ook niet meer. Hoe lang heb ik nog? 4 minuten en 15 seconden. Wat doe ik dan? Dan doe je altijd poeder op. Ja. Ga open, ga open, ga open. Poeder het even helemaal af. Oh, alles vliegt in het rond. Zo, even een lekkere grote poederkast. Oké, next. Dan bronzer natuurlijk. Bronzer, ga open. Maar dan gaat ze niet open. Ja. Ook even snel erop. Echt, alle poeders vliegen alle kanten op. Maakt niet uit. Nog 3 minuten en 40 seconden. Volgens mij kan ik vlekken. Ah, valt nog wel mee. Oh, ja. Yeah. Lekker veel. Oké, even de spiegel aan het blenden. Oké, volgens mij is het een beetje chaos. Maar niet. Highlighter, highlighter, highlighter. Highlighter, highlighter. Vast. Oké, okay, highlighter. Van, hoe heet het? The Golden Faith of Love. Van I Heart Makeup. Doe hem even op. Oh, een beetje veel. Nou ja, maar niet uit. Oh, volgens mij glim ik echt alle kanten op. Oeh, het is ook zomer. Oké, okay, next. Hoe lang heb ik nog? Ja, sorry, ik kijk de hele tijd. Oh nee, niet ontgrendelen. Wauw, nog maar 3 minuten. 3 minuten. Oké. Okay. Basis zit er alweer op. Wenkbrauwen, oké, okay, dat gaat echt. Dat gaat van. Sorry. Oh, oké. Okay. Oh, ik moet echt even opschieten. Oeh. Pure concentratie. Nog 2 minuten. Oké, okay, ik heb nog nooit zo lelijk mijn make-up gedaan. Ik weet dat als ik haast heb, ik dit allemaal niet ga doen. Oké, ik kan niet zo goed snel doen en praten. Sorry jongens. Het voelt echt als een dikke challenge. En dat is het ook. Zo, wat een vlekken. Oh, nog maar 1 minuut en 45 seconden. En dan zie ik focus van anderen en denk ik, hoe doe je dat? Hoe dan? Ja, nou, helemaal mooi.
Wat doe je dan? Dan doe je altijd... dan doen we even iets op de lippen. Ja, we doen iets op de lippen. Daar ligt het. Hier. Ja, heel licht. Maakt niet uit. Oké, next. Oh, wat lang heb ik nog? Niet uitgaan. Een minuut. Oké, wij kunnen dit. Pleur er even wat kleurtjes op. Wel in beeld houden. Op. Gewoon een beetje van alles wat. En er komt bijna geen kleur af. Top. Wauw. 36 seconden. Zo erg. Oeh, blenden. Blend. Oké, helemaal prachtig. Mascara. En dan ben ik gewoon klaar. Nee, oké, gaat het me lukken? Nee. Je make-up doen in 5 minuten is niet geschikt voor mij. Ik ben een beetje teleurgesteld in mezelf, want ik heb al nog maar 1 oog halve mascara op. En dan heb ik nog de eyeliner geskipt en wimperskrullen en wenkbrauwgel en ja. Dus dat was geen succes. Ik moet zeggen, mijn basis zit er wel goed op. Dat is echt wel prima. En mijn ogen, die zien er niet echt uit. En mijn lippen vind ik veel te licht voor dit. Want ik heb al een heel licht roze shirtje aan. En dan ook nog van die hele nude lippen. Paarse ogen, waarom niet? Nou, mijn wenkbrauwen vind ik nog best wel prima. En ja, mijn ogen zijn alleen een dikke duimpje naar beneden. Maar goed, ik vond het grappig om te doen. Ik doe even mijn haar los. Oké, nou, dit was mijn make-up look in 5 minuten. De 5 minute make-up challenge. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Ik heb van alles geprobeerd. Ik had echt tactiek om alles helemaal voor me uit te stallen. En grote kwast gebruiken zodat je alles sneller op hebt. Maar nee, dit werkt niet voor mij. Dus ik daag jou uit om het ook een keer te doen. Want het verbaast je echt van, wow, eigenlijk heb je best wel nog wat meer tijd nodig om je make-up te doen. In ieder geval, dat heb ik. En als je dat niet hebt, dan weet je dat je het in 5 minuten kan. Dat zou echt top zijn, by the way. Mijn haar die willen ook niet meewerken. Het is een video en de zon die gaat net weg. Dus ik hoop niet dat de belichting heel anders is. Ook ga ik... Oh ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ik wil dus misschien weekvlogs gaan doen. En waarom geen dagelijkse vlogs? Nou, omdat mijn leven zo niet interessant is. Want ik ga naar school, ik ga slapen, ik leer, ik sport en auto, rijlessen, shit. En... ik eet. Oh ja, en Netflix dus. Maar hey, waarom niet? Dus let me know als jullie dat leuk vinden. Want ik zit erover na te denken om dan een vlogcamera aan te schaffen. En dat doe ik niet zomaar. Dus dat en een microfoontje voor mijn camera. Zodat ik goede kwaliteit heb. Dit was de video en hopelijk tot de volgende zondag. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Want elke zondag om 8 uur staat er een video online. Doe een duimpje omhoog en ik zie jullie tot de volgende video. Doei doei!